Om mezelf even voor te stellen, ik ben Daniel de Boer, kom uit Amersfoort. Heb een specialty koffiezaakje op de Groenmarkt. En we zijn nu bij Samba bij Livingstone, dat is de lunchroom. Nou, de originele zaak op de Groenmarkt, die heet natuurlijk Livingstone. Samba bij Livingstone, dat komt eigenlijk voort uit de coronaperiode, waarin ik eigenlijk heel erg veel kriebels kreeg om veel meer te kunnen doen dan alleen de knusse kleinschaligheid van Livingstone. Daar is het heel gezellig en echt heel erg gefocust op koffie. En hierbij Samba is de focus eigenlijk op diezelfde kwaliteit koffie. Dat is een standaard bij ons. Maar hier willen we ook diezelfde kwaliteit lunch kunnen geven. Wat we dus hebben geprobeerd is een lunch op te zetten die wel op hoogte ligt waar onze koffiekwaliteit ook op ligt. Ik wilde heel erg graag iets meer naar de vegan kant toe. Ik merk dat mensen daar heel erg veel behoefte aan hebben. Het kan ook echt heel erg lekker zijn. Waarin je eigenlijk nadat je het hebt opgegeten helemaal niet door hebt gehad dat het vegan is. Omdat wij er niet van uitgaan dat we iets vervangends maken voor een burger of voor een ander vleesgerecht. Dat gaat ook echt net dat stapje verder. De porties zijn royaal. Zowel van bijvoorbeeld de salades als de broodjes, maar we hebben ook heerlijke pannenkoekjes. En een van de dingen die in Amersfoort nog niet heel erg naar voren komen is bijvoorbeeld ontbijt. Waarin wij proberen om dus ook de pannenkoekjes, maar ook bijvoorbeeld overnight oats of smoothieballs neer te zetten. Die echt heel erg goed zijn om je dag mee door te komen. Dat maakt het ook allemaal een stuk gezonder. En tot nu toe zijn mensen daar heel erg blij mee. En past het ook heel erg dus bij de kwaliteit die we willen geven. En een van de leukste dingen van de lunch is ook, denk ik ook wel, net als met de naam Samen, is dat we eigenlijk alles samen creëren met het hele personeel. We hebben niet één chef die zegt, oké, dit is wat we doen. Dus we zijn nu bezig met een nieuw pompoensoepje om die te ontwikkelen. En dat doen we met het voltallige personeel. Volgens mij hebben we wel zo'n 7 verschillende soorten gebakjes. Maar als ik er eentje zou moeten uitkiezen, is het toch wel ons huisgemaakte bananenbrood. Die maken we volledig vegan. Moeten we echt elke dag 4-5 van die broden maken, want anders gaan ze gewoon op. We zitten op een locatie aan het einde van de Lange Straat tegen de Kampen Binnenpoort aan. Het is een oud monumentaal pand tegen natuurlijk een ongelooflijk mooie poort aan. De afgelopen 2 jaar of zo hebben er best wel veel tentjes leeg gestaan, ook vanwege corona. En er was eigenlijk niks wat klikte met de sfeer van Livingstone. Maar dit pandje klikte eigenlijk direct. Het is echt een ongelooflijk mooi pand met meerdere lagen, mooi aanzicht. En je kijkt eigenlijk dwars door het pand heen over de gracht, want een deel van het pand ligt gewoon over de gracht heen. En het zit net op een locatie wat niet te druk is, zoals midden in de binnenstad, waar je gewoon nul controle hebt over wie er binnenkomt, want het is zo druk dat het eigenlijk altijd helemaal vol zit. En dat is economisch natuurlijk wel hartstikke leuk voor zo'n tent. Alleen ik vind het veel leuker om de sfeer veel meer te creëren die ik wil neerzetten. En dat kan je hier echt. En ik denk dat mensen dat tot nu toe heel erg leuk vinden.